De trend is dat ouderen zo lang als mogelijk toezwaaien blijven. Dat is goedkoper als een verzorgingstehuis en proberen dat vernoffelijker voor ouderen zelfs. Door de vergriezing willen meer mensen weten dat een huis geschikt is dat ze allemaal binnen. Maar al de Sjoerd Veenstra van Drachten had hem hier als eerste vriezing specialiseerd. Wie maakt ze bij hem een slag door een willekeurig te keerpst in het huis, om te zien weet je al hier om tinken matten. Nou ja, hier bijvoorbeeld bij de ingang is al een heel simpel voorbeeld. Dat zorgt eigenlijk iedereen. Daar haast nogal een forse drompel. En als mijn rollator of een scootmobiel naar binnen maakt, dat lukt net. Dat gaat verkeerd. En je komt weer in de slipkamer. Gelukkig is dit een mooi formaat slipkamer. Je kan goed om heen komen, om het bed heen komen. Roemtes ben grut. Toch denk ik als het echt hulpbehoevend bent en de soest echt gebruik maakt wat er van het bed ligt, dat is al te weinig ruimte haast om goed te werken. De thuiszorg wil die wil graag helpen, maar die wil zelf net douchen. Dus die willen eigenlijk nijstijds dingen kennen als wanneer ze dan douchen is. Dat zo in die douchekabine die zich kent dat sowieso net. Maar dan was het eigenlijk ruimte maakt voor oorlog persoon, dat degene die helpt, droeg helpen kan bij douchen. Nou, als die in de douchekabine in maakt, was het hetzelfde verhaal. Als er een droppeltje om binnen te komen, dat is lastig. Van hetzelfde stroek als de krek doorheen. Het is eigenlijk gewoon een feit dat het een beetje oorsnijding sjost. Er zijn soms hele lietse dingetjes waar je hele grote ergernissen voorkomen kerst. Het huis is van de familie Bruinsma. Ze gaan een nieuw huis bouwen litten, maar een slipkamer en badkamer onder voor de toekomst. Maar Betty Bruinsma, je hebt al een nieuwe ding van Veenstra. Daar heb ik eigenlijk nog nooit zo goed toen hij dacht. Wel de grote ding van, zit ik alles gelijk vliers en dat je alles wel een beetje beneden gaat. Maar ik ben ongetwijfeld ook nog wel heel grote lietse dingetjes die we misschien straks nog wel zien komen zullen. Ja, want is de douche bijvoorbeeld groot genoeg? Nou,